klaar ervoor? Zo, dat was een bijzondere week deze week. Zo. Wat komt er veel op je af? Inderdaad, zoals jullie weten hebben wij een huis gekocht in Malaga. En wij lieten in mei al vol trots weten dat wij de sleutel hebben ontvangen. En dat zag er zo uit. Het leukste is... Hebben we die sleutel of niet? Wacht. Hebben we de sleutel? Hebben we de sleutel? We hebben de sleutel van ons huis. Nou, dat fragment wat je dus net zag, dat was dus in mei. Mei. Inmiddels zijn we in september. Ja. Maar goed nieuws, we zijn gestart met de verbouwing. Dat gaan we je zo ook laten zien. Maar allereerst voor degenen die het nog niet weten. We hebben dus een huis gekocht in Malaga. 50 meter van het strand. En hier lopen we naartoe. En dan lopen we nu naar het huisje. Voor de derde keer. Voor de derde keer vandaag. Ja. Want we hebben niet stilgezeten. Het is dag 2, maar we hebben al... drie bouwers over de vloer gehad. Drie bouwers. Ja. Gisteren 2, vandaag 1. En veel op ons afgekomen. Heel veel. En ons Spaans ook vooruit gegaan. Tegels, met alles. Ja, weet heel veel. En ook heel veel al geleerd. Het is hartstikke leuk. En nu krijgen we dus bezoek van vrienden hier. Dus we gaan het huisje laten zien. Maar we laten natuurlijk even zien hoe dichtbij het allemaal is. En de buren hebben we ook ontmoet, hè? Oh ja, we hebben ook al de buren ontmoet. Ja, was echt superleuk. Gisteren dus Angela ontmoet. En vandaag de overburen. Die hadden ons ook al dus gezien. Dus we zijn allemaal gespot. Iedereen weet dat wij hier wonen. Maar nee, echt super leuk onthaal. En tadaa! Dan is daar het huis. Hoe cool is dat? Dus je gaat door dit steegje. En dan ben je zo op het strand. En dan is daar ons huis. Yes, en daar kwamen dan onze vrienden. En let goed op, want in de verte komen ze dus met iets aangepietst. En dat is op de dag van vandaag nog steeds een soort gesprekstof van de dag voor onze straat. Ja, het is namelijk een limoenboom. En de straat heeft het er telkens over hoeveel water die boom moet krijgen. En we zien ze ook telkens de limoenen groeien. Ik denk dat er nu al een stuk of 30 aan zitten. Ja, heel cool. Dus die gaan we natuurlijk uitdelen. Maar voor ons was het ook heel fijn. We hebben daardoor meteen contact met de buren. Ja. Dus het was een super cadeau. Super cadeau. Kijk, ons bezoek is er. Hey, wie komt eraan? Hola, hola. Oh, dat is gevaarlijk. Hey. Hola, hola. Nou, dat was dus in mei. En deze week in september zijn dus de bouwers aan de slag gegaan. Zo. En we waren wel eigenlijk wel heel nieuwsgierig van ja, hoe snel gaat het allemaal, hè? Ja, ja. We hadden ook de wens van de keuken. Het zijn nu allemaal in Spanje, zijn de huizen allemaal eigenlijk hokjes, zeg maar. Ja. Ja, wij Nederlanders willen natuurlijk gewoon open ruimtes hebben. Dus er moest een muur uit en er moest ook allemaal gekeken worden met een balk en zo. Ja, maar we wilden uiteindelijk die open keuken met naar die salon toe. Ja. Dus we zijn heel erg benieuwd van ja, waar zijn ze nu mee bezig? Wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Dus laten we een kijkje nemen. En sommige gedeeltes zijn wat donker, omdat we niet overal licht hadden. Nee, maar we wilden het gewoon heel graag laten zien. En het was ook een soort spannend moment voor ons, want we hadden echt geen idee wat we te zien zouden krijgen. En waar ze mee zouden beginnen. Ja. En het is ook nog zeker niet af. Nee, zeker niet. Dus dat is ook, hè. Dus wij kunnen er goed doorheen kijken. Ik doe dat ook. Ben je klaar ervoor? Ja. Het is een bijzondere dag vandaag geweest. De sleutel hadden we al een tijdje. Ja. Maar vandaag is er iets gebeurd. Ja, wauw. Kijk eruit. Woehoe. Zo, bravo. Ja. Zo. Hey. Het licht doet het. En die deur daar, die gaat dus... Dit wordt ook helemaal open. Oh, ze hebben het raam er ook uit. Oh, dit is ook goed. Ik heb ze ook uit. Oh, nee. Hey. Keuken. Badkamer. Is toch gewoon kawaii. Heel de dag zijn ze bezig geweest. Hè? En goed, je begrijpt het natuurlijk. Tijdens deze week, onze nieuwsgierigheid konden we natuurlijk ook niet in bedwang houden. Dus we gingen vaak even een kijkje nemen. Het hele huisproject doen we niet alleen, daar hebben we ook hulp bij, zoals van architect. Gelukkig maar. Ja, maar ze komt ook wij hebben nog nooit een huis verbouwd, hè?
Nee. Het is het eerste huis wat we gekocht hebben. We hebben nog nooit gebouwd. We hebben twee linkerhanden. Ja. Dus we zijn heel blij met de architect en de bouwers. Ja. En ze komen ook echt met super toffe ideeën. Dus dat is ook heel cool. Ja. En we hebben ook heel veel hulp van familie. Dus ook deze week hebben we even de vader van Stijn geraadpleegd. Ja, de online helpdesk. Voor alles wat je moet weten. Ja, ik vond het heel mooi. Ja. Van een zwart potlood, de oude deur. Ja. Je wordt gefilmd. Helpdesk OZE. OZE service. Ik lijk wel een helpdesk. Online bereikbaar, 24/7. We willen het huis een beetje een beachy look geven, want toen we het aantroffen was het behoorlijk Spaans. Dus we willen ook werken gewoon met wat zachte kleuren, maar ook met natuurlijke materialen. En zo willen we ook in het huis een mooie houten schuifdeur hebben. Ja. En onze beste vriendin zei van, nou, ik weet wel iemand die heeft ontzettend veel deuren en heel veel materialen. Ik neem jullie mee en ze nam ons dus mee de bergen in. Ja, met de camper konden we daar niet komen. Absoluut niet. Het was echt smal en omhoog maar wat een plek, hè. Ja, wat een rust. En je keek zo nog op het water uit van Malaga. Ja, je zag ook de San Anton liggen, de bergen die wij ook vanuit hier kunnen zien. Ja, ja, echt en heel hij had hele toffe spullen. Ja. Heel veel hout, allemaal houten deuren. En we hebben er eentje uitgekozen en die gaat hij opknappen. Ja. Door het schuifdeur in het huis. Ja, cool, hè. Ja. Nou, echt een te gekke finca heeft hij. Hij is daar ook geboren. Ja. En heel mooi. Een mooie ontmoeting was het. Dus te gek. Zo, nou, dat was dus een hele bijzondere week. Er is veel gedaan. We hebben de ontmoeting met Paco in de berg was natuurlijk ook een cadeautje. Ja, was echt hadden we niet verwacht zo deze week. En, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd weer naar volgende week. Ja. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, precies. Hoe ver gaan we dan weer? Zijn ze dan weer die bouwers gegaan? Hoe heftig wordt dan de rollercoaster? Want het is wel af en toe een rollercoaster. Het gaat wel met ups en downs. Ja, er komt veel op je af. Je moet veel keuzes maken. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je mensen om je heen hebt die je ook steunen. Dus dat zijn we ook heel blij mee. Ja, ik niet verteld, maar we hebben op een avond ook nog alle tegels besteld. Zo, ja, inderdaad. Daar zijn we ook nog naartoe gereden. Ja, maar ook keuken uittekenen. Ja. Ja. Dus, ja. Maar leuk, weet je. Het gaat allemaal goed komen. Ja. Dus heel benieuwd. En nou ja, goed, ik weet niet of jullie het leuk vinden om het ook te volgen. We hebben ook nog wel wat oud materiaal. Dus wat er in die afgelopen maanden allemaal gebeurd is. We hebben ook wat vlogs opgenomen. Dus mochten jullie het leuk vinden om dat meer te zien, laat het ons weten. Ja. Wij vonden het in ieder geval op deze manier heel erg leuk om jullie een update te geven van hoe het met ons staat en een toekomstige beachhouse. Ja. Wat we ook gaan verhuren. Dus wellicht ook interessant voor jullie. Mocht je nog weer tips hebben, hartelijk welkom. Leuk. Ja, ja. Dus in ieder geval bij deze de update. Ik zou zeggen, een hele mooie dag. Ja, en we kunnen volgende keer wel wat meer nog over het huis laten zien. Want het zijn dus uiteindelijk worden het twee verdiepingen. Ja. We kunnen met 8 personen erin, 6 personen beneden, 2 personen boven. Ja. Ja. Het is misschien ook wel leuk om de indeling wat meer te laten zien. Ja, want we hebben ook een patio aan de achterzijde, een soort mini-tuin. En boven een heel groot dakterras. Ja, 50 vierkante meter. Ja. Zeker, dus dat is echt cool. Met uitzicht op zee. Met uitzicht op zee. Ja. Dus laat weten of je hier meer over wilt weten. En dan tot de volgende keer weer. Ja. Ciao, ciao, ciao. Hey, ciao, ciao.